Wat maakt Stek nou anders dan de andere kerstmarkten? Breda Nu. Je weet het meteen. Sinterklaas heeft nog maar net zijn hielen gelicht of heel Nederland maakt zich alweer op voor het mooiste feest van het jaar, Kerstmis. Nou, hoe kom je nou op de beste manier in de sfeer voor Kerstmis? Nou, gewoon zo'n leuke kerstmarkt bezoeken. En die zijn er maar genoeg in Breda. We zijn vandaag op Winterspoor, op het station in Breda, om eens te kijken hoe het met kerstgevoel hier in Breda is. Gaan jullie mee? Jullie zijn hier gezellig te gast op Winterspoor, zie ik. Klopt, ja. Klopt, ja. En wat is de reden dat je hier bent? Zij moest hier eigenlijk werken vandaag en ik kwam even kijken en ik vond hier wel gezellig, dus dan gaan we even rondkijken. Ja. Om alvast eens in de kerstsfeer te komen. En wat komen jullie hier doen? Wij komen hier kijken. En komen jullie ook cadeautjes kopen? Dat weet ik niet. Dat weet je nog niet, want wat doen jullie dat altijd? Komt Sinterklaas of doen jullie cadeautjes met kerst? Met Sinterklaas. Dan staan we op een kerstmarkt en dan staat hier een mevrouw die zegt niet van kerst te houden. Ik hou wel van deze markt. Ik vind het wel leuk om zo rond te kijken. Ja. Maar doet u dan niks aan kerst? Niet zoveel meer dan wat ik andere dagen of andere weken zou doen. Omtrent de feestdagen is er natuurlijk veel meer te beleven in ons mooie Breda. Vanuit het station gingen wij door naar het kerststektakel. Nou, ik ben Joyce, ik ben een van de stekkers en ik heb hier zo'n bedrijfje op Stek, Kajoy. En ik maak cadeautjes en ik verkoop allerlei creatieve materialen. Wat leuk dat je zegt, ik ben een van de stekkers. Jullie voelen jezelf echt een stekker. Ja, ik voel me echt verbonden en de grap wordt ook wel eens gemaakt dat wij stekkerdozen zijn als vrouwen. Maar ik voel me echt een stekker inderdaad en verbonden met alle andere kleine ondernemers hier op het terrein. Ja. Een nieuwe stekker aan boord. De naam is Mattie, heb ik gehoord. Ja, Mattie Kop. En Mattie heeft allemaal hele wilde nieuwe plannen, hoorde ik net. Ja, mijn grootste plannen zijn om met de jeugd hier in deze loods techniekworkshops te gaan geven. Wat maakt Stek nou anders dan de andere kerstmarkten? Ja, ik denk dat het net iets excentrieker is. Net iets anders dan anders. Breda Nu. Je weet het meteen.